In de verhalenkamer in Heilo is de tentoonstelling Willy Brod in de schaduw van Mars te zien. In het kader van 75 jaar bevrijding brengt verhalenkamer Willy Brodders tot en met 30 oktober een kleine tentoonstelling over de Willy Brodders Stichting tijdens de oorlogsjaren. De Tweede Wereldoorlog was voor zowel de patiënten als het personeel een heftige, zware tijd. De Duitsers namen de stichting in beslag en gebruikten de gebouwen als hospitaal. Vrijwel de gehele patiëntenpopulatie moest worden geëvacueerd, eerst naar Duin en Bos in Bakkum en later naar Woensel en Vught. Tot het geëxposeerde materiaal behoren onder meer tientallen foto's en documenten uit 1945 die betrekking hebben op de overdracht van de stichting door de Duitsers aan het militair gezag. Ook zijn er een aantal bruiklenen van het Alkmaars Bunkermuseum 4045, waaronder een authentiek verplegersuniform in het museum te zien.